Welkom op ReFives. Mijn naam is Angelique. Ja, zometeen een nieuwe liefdesreading, bonusreading voor de leeuw. Jullie hebben de video het meest bekeken afgelopen maand, dus vandaar de bonus. Wat ik wil vertellen is dat je kans kan maken op een persoonlijke reading. Dit ga ik doen uit dankbaarheid voor alle lieve abonnees en berichtjes en likes die je krijgt. Dus vandaar dat ik iets terug wil doen. Wat moet je doen? Niet heel veel. Je kosteloos te abonneren, mocht je dat al gedaan hebben, hoeft dat natuurlijk niet. En wat ik vraag is deze video te liken en onder comments te zetten wat je graag wilt. Dit kan door middel van een rood hartje voor een persoonlijke reading en een paars hartje voor het prachtige deck. In ieder geval gaan we eens kijken wat we mogen weten. Natuurlijk loopt niet iedereen op hetzelfde liefdespad. Dat zou natuurlijk heel bijzonder zijn. Kijk dan eventueel je maan, ascendant en maan. Of vraag natuurlijk een persoonlijke reading aan. Dit kan op www.revibestarot.nl. In ieder geval gaan we kijken. Ik pak het verkeerde deck. Ik begin met deze. En ik ga eens kijken wat ik mag weten. Lieve leeuw, wat mag ik weten? Dit is mijn eigen deck. Dit is een liefdesorakel. Met ook twin flame elementen. Het hoeft niet altijd te zijn dat het eruit komt. Maar mocht het zijn dat je in een connectie zit, dan komt het eruit. Wil je graag die deck bestellen? Dat kan. Ik ben bezig met pre-orders. Dus wil je hem pre-orderen? Hoe meer mensen, hoe goedkoper het deck eigenlijk wordt. Ja, je twijfelt ergens aan. We gaan eens verder kijken. Ik heb hier transformation, ook nog, blokt. Dus het kan zijn dat je geblokkeerd bent, of dat je gevoelens geblokt hebt, of dat iemand jou geblokkeerd heeft. En ik heb hier new beginnings. Ik zie dat je moet focussen op je twijfel. Waar twijfel je aan? Je twijfel brengt jou dat jij je pad eigenlijk niet door kan transformeren. Het is belangrijk om gezonde keuzes te maken, is wat ik zie onderop het dek. En die blokkade die jij voelt, los te laten. En daarmee eigenlijk een nieuw begin in zou moeten gaan in de liefde. Ik ga eens kijken wat ik nog meer mag weten. Dus er is een nieuw begin onderweg. Ja, vertrouw. Heb ik hier. Transformatie heeft te maken met accepteren. Wanneer je dus sommige dingen accepteert, dan gaat het automatisch transformeren. En dat is heel belangrijk. Dus het kan zijn dat je je ergens heel erg aan vasthoudt. Ik ga eens kijken wat ik mag weten in het verleden. Wat ik wil. De maan, onzekerheid, de magier en de vier van zwaarden, rust. Ik heb hier de zeven van pentakels in het heden, de negen van zwaarden en de hoge priesteres. En in de toekomst heb ik de vier of cups, de negen van cups en de king of wands en de toren onderop. Het kan zijn dat je bang bent voor chaos in je leven of in je liefdesleven. Het kan zijn dat je het ergens niet meer vervult of dat er iets in je leven is waar je twijfels over hebt. Kan met een connectie te maken hebben. Of je bent bang je gevoelens te uiten. Ik zie hier in het verleden dat jij dus in de rust bent gegaan. Dat jij op zelfonderzoek misschien bent gegaan. Of dat jij twijfels had over een bepaalde connectie. Of gewoon twijfels aan jezelf. Ik zie ook de magier. En dat staat vaak voor daadkracht. Maar ik zie hier dat jij misschien heel veel aantrekkingskracht had naar iemand toe. Of iemand had dat naar jou. Maar dat is in een rust gekomen. En het kan heel goed te maken hebben met je eigen twijfels. Omdat jij zoveel twijfelde aan de situatie. Kan het zijn dat daar een torenmoment is geweest.
En dat heeft moeten gebeuren om jou eigenlijk te transformeren, om eigenlijk dingen van een ander perspectief te laten bekijken. Ook voel ik wel dat je iets wilde bereiken en dat jij graag die daadkracht eigenlijk bij elkaar hebt willen houden. Maar dat er iets in je leven heeft gezorgd waardoor jij de rust in moest. Of dat je op zoek moest gaan naar innerlijke vrijheid door misschien een karmische relatie die je hebt gehad. En het kan zijn dat die persoon, ik weet niet of jij dat bent of de persoon, dat die ook wel heel dominant kon zijn. En veel macht. Kan ook staan dat je de ware hebt ontmoet, maar dat dat dus in twijfel, dat je daaraan twijfelde. Dat het allemaal wel echt zo was. En dat dat tot stilstand heeft geleid. Ik heb hier in het nu eigenlijk, in het heden, heb ik de 7 van pentakels. Dus er is ergens waar jij niet tevreden over bent. En je maakt je zorgen, je hebt hard gewerkt. Het heeft emotionele schade. Het kan zijn dat jij dus, doordat jij vasthoudt aan iets, niet kan transformeren. En Spirit zegt, doe dat wel. Wees niet teleurgesteld van het feit waar je nu staat. Maar zie het als groei en neem dat ook mee. Soms lopen dingen zo, ook op relatiegebied. Ga op je intuïtie af, want er is iets in jou waar jij een onderbouwgevoel in hebt. Alleen je zou daarvoor op je intuïtie moeten afgaan. Het kan ook zijn dat je je zielsverwant al hebt ontmoet in het verleden. En dat je niet durft te vertrouwen op die connectie. Dat je daardoor misschien je gevoelens geblokkeerd hebt. Of iemand spiegelt jou heel erg daarin en heeft jou geblokkeerd. Dat kan natuurlijk ook. Maar Spirit zegt gaan. Ga in je innerlijk. Ga kijken waarom jij je zo voelt. En wees geduldig. Keer naar binnen en zoek daar naar antwoorden. Want je vraagt te veel van jezelf op dit moment. En het is goed om net als in het verleden even een pauze te nemen. Dat heb je ook nodig gehad. Maar blijf je niet vasthouden. Want het kan zijn dat je je gekwetst voelt. Of dat iemand jou iets heeft aangedaan waardoor je gekwetst bent. Of het zijn je eigen gedachten waardoor jij gewoon gekwetst blijft. En omdat jij niet doorgaat en zoveel twijfelt. In ieder geval zie ik de 4 of Cups. Dus het is belangrijk om te zien dat er wel mensen om je heen zijn die iets aan willen doen. Maar je moet het wel zien. Je moet niet je gevoel blokkeren. Dat is heel belangrijk. Want het kan zijn dat je je onvervuld voelt. En dat je eigenlijk het niet meer zoiets hebt van, nou, wat doe ik het voor? Dat er echt wel mensen zijn die je willen helpen. En het is belangrijk dat je geniet van wat je al hebt. Wat ik hier eigenlijk al en heb bereikt. En daarmee, zegt Spirit, krijg jij ook de 9 of Cups. Als je dat doet, dan komt er ook iemand op je pad die jou dus die liefde gaat aanbieden. Of die is er al, of het is gewoon een persoon die een spiegel voor jou is. Die jou helpt leren transformeren. Dit kan ook een vuurteken zijn, een ram-leeuw-boogschutter, sorry. Die jou dus die passie gaat geven. Die jou die fulfillment gaat geven die jij graag wil. Mits jij wel het ziet en tevreden ook bent met hetgeen wat je nu al hebt. Dat is heel belangrijk, is wat Spirit zegt. Dus let daar echt op. En het is een persoon die, net als jij, gewoon heel energierijk is. En weet wat hij wil. En gaat er ook voor. Altijd wel iets mee te beleven valt. Het kan ook zijn dat je inspiratie krijgt. Maar ik zie ook wel echt dat het iemand is die jou echt, die passie wil aanbieden. Die roos die je daar ziet. Wat mag ik weten over het verleden nog? Weer de maan. Wauw. Oeps, ja. En de duivel. En de 10 of Pentacles omgekeerd. Ja, het kan zijn dat jij echt wel in een toxische relatie hebt gezeten met iemand. De magier en de duivel zie ik hier. Het kan zijn dat je in een voorwaardelijke liefde hebt gezeten. Waar je misschien een gezin mee hebt. Of waar je kinderen mee hebt. Maar in ieder geval, de maan ligt hier andersom. Je bent onzeker. En het kan ook echt wel zijn dat je een onderbuikgevoel gewoon wel klopte. Dat er iets niet klopte in de relatie waar je achter bent gekomen. Dat er dus misbruik was. Of dat er seksuele aantrekking. Dat soort dingen. In ieder geval voorwaardelijke liefde. Wat tot een eind is gekomen. Wat ik zie. Wat onstabiel was.
En daarom twijfel je misschien ook. En daarom heb je die pijn ook, wat ik hier zie. Je houdt vast aan het verleden. En het is belangrijk om in die rust, misschien dat je daar nog eens zit, maar dit heeft te maken met een karmisch stuk wat jij hebt moeten afsluiten, wat voor jou heel lastig is geweest. Jij vond het lastig om rust te vinden, want jullie zijn natuurlijk vuurtekens, jullie zijn energie, jullie zijn daadkrachtig, jullie zijn, ja, jullie zijn altijd in beweging. En daarom was het voor jou moeilijk om dat ook los te laten, want die toxiciteit heeft gewoon heel veel van jou gevergd. Maar, en daardoor hou je soms nog vast en ben je teleurgesteld. Maar dat komt omdat misschien die persoon waar jij mee te maken hebt gehad, jou dat misschien ook heeft aangepraat. Die toren, het kan ook voor misschien bedrog staan, of misschien dat iemand jou heeft bedrogen. Dat het allemaal niet zo stabiel was. En wat jou onzeker heeft gemaakt, want jij was heel sterk, maar iemand heeft misschien jou zo gekrenkt of iets aangedaan, waardoor jij die stabiliteit in je leven een beetje kwijt was. En daardoor op zoek moest gaan naar je innerlijke. En eigenlijk nu zoiets heb van, hé, wanneer komt het nou? Wanneer ga ik nou verder? Ik ben helemaal nog niet blij met mijn resultaat. Ik wil meer. Ik wil liefde. Ik wil, liefde. Ik wil me weer beter voelen. Wat mag ik beter nog? Net nu. Ja, de Ten of Swords, ja. Dit heeft echt te maken met karmische stukjes. Je bent bijna op het eind, zegt Spirit. Dus hou nog vol en zie ook echt wat de waarde is en waarom je dit hebt mee moeten maken. Misschien zie je het nog niet, maar je gaat het straks wel zien. Echt van, de negen van, oeps, ja, zie. De kop, ja, toch weer die, je houdt je stevig vast. Kijk, weer de 9 van staven, op de 9 van staven. Dus het is belangrijk om echt die groei die jij ziet ook te aanvaarden. Dat jij echt wel zo ver bent gekomen, ook al voelt het niet zo. Ook al zijn er misschien niet mensen die dat tegen jou zeggen, maar voel het van binnen. Dat is eigenlijk wat ik tegen je wil zeggen. Want er komt verlossing, het oordeel, bevrijding heb ik hier. Nadat je naar je intuïtie gaat luisteren, nadat je in jezelf gaat geloven en ook in de liefde weer. Daarmee kan jij een nieuw begin creëren, want er is iemand in je omgeving of er komt iemand aan die dus jou dat kan geven. Dan moet ik even kijken wat er op deze kaart ook is. Ja, die transformatie. Want vertrouwen. Dus vertrouw daar ook echt op, want spirit staat ook achter je, maar je bent heel intuïtief wel. Alleen probeer daar wel aan vast te houden. En probeer geen oordeel te vellen over wat er is geweest, maar ga dat gewoon... Ga dat bezien als hetgeen wat jij hebt moeten meemaken. Zodat je eigenlijk weer de liefde kan vinden. En dat het leed ook voorbij is. En dat je nu mag genieten. En het kan heel goed zijn dat er iemand op je pad komt. Die jou dus echt een spiegel gaat voorhouden. En die jou ook echt gaat transformeren. Wat mag ik weten van de Four of Cups? Oeps. Ja. Ja, het heeft echt te maken met hetgeen wat je hebt meegemaakt. Dus wat ik zie waar je aan vasthoudt. Dat je teleurgesteld bent in de liefde. En misschien wel in de mensheid. Of in de liefde zelf. Dat je denkt van, is dit nou liefde? Maar dat is niet liefde. Want hetgeen wat jij hebt gekend, is niet liefde. Want liefde doet eigenlijk niet pijn. En dat is misschien lastig om te zeggen. Te zeggen, ja, liefde kan wel pijn doen. Maar als het echt liefde is, dan is het onvoorwaardelijk. En dat doet geen pijn. De keuzes die je maakt kunnen wel pijn doen. Maar de liefde zelf is niet pijnlijk. Het is hetgeen dat jij gewoon teleurgesteld bent. En ja, echt. Ja, hoe moet ik het zeggen? Gewoon niet begrepen voelt soms. En misschien begrijp je jezelf soms ook niet waarom je hier zo voelt. En ik heb hier jullie kaart. Kracht. Hoe mooi is dat? Op de 9 of Cups. Dus gebruik je eigen kracht ook. Want je krijgt de liefde die je wilt. En dat gaat jou ook gewoon heel veel kracht opleveren. Diegene, of misschien dat je jezelf gewoon heel erg goed gaat voelen. En ook die wish fulfillment, tevredenheid kan bereiken. Door je eigen kracht weer, je eigen kracht te staan. En dat liefde niet vanzelfsprekend is. Maar gewoon iets waar jij, wat jij ook verdient. Wat mag ik weten over de King of Wands? Misschien dat je ook alweer, dat je toch twijfelt.
Maar keer in jezelf, want het zijn je eigen gedachten. Ik ga naar de kaart vragen. Je twijfelt eraan. Ja, je gaat keuzes maken. Doe dat ook. En vertrouw ook, hè? Niet iedereen is hetzelfde. Ja, zie je, zodat je ook helderheid kan krijgen. En ja, hetgeen elkaar aanwauw en die passie. Ja, zie. Dus het is belangrijk. Wat ik hierbij eigenlijk bij voel, is dat jij twijfelt tussen hart en verstand. En daar zou je een balans in moeten vinden. Om dus eigenlijk hetgeen te willen wat je graag wilt. Dus eigenlijk geestelijke strijd. En eigenlijk ja, afgesneden zijn van je intuïtie. Het kan ook zijn dat je afsluit voor energie, omdat je gekwetst bent. Maar Spirit zegt, open je hart en vertrouw ook op de personen die gewoon wel goed zijn. Ook al voelt dat niet fijn, maar daarmee krijg je heel veel passie en krijg je ook helderheid in wat jij wil. En krijg je ook die passie en het, ja, die ontmoeting die jij wilt. En ja, misschien zelfs wel een geestelijk inzicht. Zodat jij de knopen kan doorhakken en eerlijk en moedig weer vooruit kan gaan. Samen met die persoon. Ik ga eens kijken wat ik nog niet direct mag weten. Oeps. Ja, zie je, heb vertrouwen en overgave. Heb vertrouwen, transformatie alweer. Vindt plaats door acceptatie. Dus accepteer hetgeen wat je hebt meegemaakt. En dat is ook een deel van je leven geweest. Een stukje karma waar je eigenlijk feitelijk zelf voor hebt gekozen. En dat klinkt misschien heel hard. En mensen willen dat vaak niet horen of geloven daar niet in. Maar dat is zo. Iedereen komt hier, heeft gekozen weer voor dit leven. Om stukjes karma uit te werken. En dit is jouw pad. En dit pad heb jij gekozen om daar weer sterker van te worden. Anders had je dit niet aangekund. Dus vertrouw er ook op. En overgave, laat maar gaan. Alles komt goed. Dus vertrouw daar ook op, lieve leeuw. Want er komt veel passie aan en intellectueel en helderheid en duidelijkheid in zaken, in liefde, in wat jij graag wilt. Mits jij je openstelt en jouw hart, ziel en je lichaam op één lijn krijgt. En dat gaat je wel lukken. Mits jij die blokkade natuurlijk loslaat. En vertrouw erop dat het goed komt, want het komt goed. In ieder geval wens ik jullie al het goeds. Mocht het resoneren, doe het duimpje omhoog. Laat het me weten wat je graag wilt door middel van een paars hartje voor het prachtige deck en een like voor deze video. En een like en een rood hartje voor de persoonlijke reading. Mocht je een persoonlijke reading willen, afgestemd op jouw energie, neem dan contact op www.revivestarot.nl. Mocht je het deck willen bestellen of een pre-order doen die ik heb ontwikkeld, neem dan contact op met me op via mijn website. Ik wens jullie al het goed en ik hoop jullie snel weer te zien. En ik hoop dat mijn stem dan ook weer wat beter om aan te horen is. Ik wens jullie al het goed. Doeg!